Hallo allemaal, het is maandagavond en dat betekent natuurlijk weer een heerlijke, leuke en inspiratievolle e-workshop speciaal voor jou. En vanavond hebben we het best druk, want naast de e-workshop, de allereerste keer dat Donja hierbij mee is om samen met mij en jullie Dotti Nils te laten zien wat best wel speciaal is van eerste keer, heb ik vanavond niet één, maar maar liefst twee. Uh, Challenges die winnaars krijgen. Dat wil zeggen, dus zes winnaars vanavond. En die mag ik later vanavond bekendmaken. Daarnaast heb ik nog wat huishoudelijke mededeling. We gaan nog wat vertellen over het event. Er is ook een discussie gaande op internet over allergieën. Misschien heb ik daar ook nog wel eventjes tijd voor. Kortom, we hebben heel erg veel te doen. Ik zie dat er alweer een behoorlijk aantal van jullie aan het meekijken zijn. Wij gaan beginnen. Ja, en ik kijk eventjes natuurlijk op mijn telefoon. Want als je weet, als jij vragen hebt of opmerkingen, zet ze even in de comments en dan pak ik ze meteen op. Jessica, die kijkt eventjes mee, zegt ze, ze duidt zo haar mandje. Na een lange reis, ja, ze was dit weekend namelijk in Slovenië voor een beurs. Ik ben heel benieuwd hoe dat is geweest, maar ik kan me voorstellen dat het een lange dag was. Dus. Ah yes, fijn dat je toch heel eventjes meekijkt en natuurlijk naar het huiswerk hebt gekeken. Ik zie ook dat iemand zegt of het kan kloppen dat je voor de Animal Boom nog geen certificaat ontvangen. hebt ontvangen, Linda van Lakje Nagels. Ik maak eventjes een screenshot en kan ik dat morgen eventueel eventjes voor jou nakijken. Mirjam Zwart is aan het kijken. Hi allemaal, Gislaine is er. Goedenavond, Angelique Abbas. Goedenavond allemaal. Beb Borreman zegt hallo allemaal. Magda, hello everyone. Hello Magda, nice that you're watching us as well. Anja Verret. Nou, het is vanavond een hele bijzondere avond, want ik heb iemand voor de allereerste keer, een Neil Talk Live virgin, die hier bij mij vanavond in de studio is. Zij was er al wat eerder vandaag om voor te bereiden. En dat is natuurlijk Donja. Vanaf een harte welkom, Donja. Vertel eerst eens iets over jezelf. Hallo allemaal. Nou, ik ben dus Donja. Ik ben 27 jaar en ik heb vier kinderen. En het, ik vind het hartstikke leuk om mijn eerste keer uh, Neil Talk Live te doen met jullie. Hartstikke leuk. Ja, de allereerste keer. Dus dat is misschien een beetje wennen, maar dat neemt niet weg dat je het hartstikke goed vanmiddag hebt gedaan. Volgens mij ben je echt een natuurtalentje. Jij hebt de distributie van Magnetic overgenomen en je bent gevestigd in Lelystad. Ja, dat klopt. Ik doe nu de distributie van Flevoland. En um, wat is jouw websiteadres? Uh, www.dimagneticacademy.nl die Magnetic Academy.nl. Goed onthouden. Je kunt natuurlijk ook altijd Donja eventjes een berichtje sturen na afloop als je wat meer wil weten over wat zij allemaal aanbiedt. Nou Donja, ik vroeg aan jou toen ik jou een tijdje geleden heb gevraagd voor deze e-workshop. Uh, een leuk thema, want onze trainers worden altijd natuurlijk zelf gevraagd om een leuk thema te bedenken. Uh, nou, toen kreeg ik van jou te horen, Dottie Niels. En in mijn hoofd werd het heel wat, maar wat is het eigenlijk? Nou, Dottie Nils is eigenlijk heel simpel. Dat is nail art met een dotting tool. Eigenlijk alles wat je met een dotting tool kan doen, dat is Dottie Nils. Dus Dottie van de dotting tool. En het toeval wil natuurlijk dat ik een paar weken geleden, hadden we hier Henriette, die was ook met de dotting tool wolkjes aan het maken en zo. En toen dacht ik nog van, hé, hey, hoe leuk zou het zijn om een avondje met de dotting tool te werken. En toen later die e-workshop, dacht ik, zou dat misschien dan Dottie Nils zijn? En ja, hoor, dat bleek dus Dottie Neel te zijn. Dus Dunja en ik, Donja en ik, jij, jij en ik levelen al helemaal en liggen op dezelfde golflengte. <laughs> nou, is Dottie, of Dotting Nail Art, is iets wat een paar jaar geleden heel erg hot was. En dat zie je vaak met trends, dat komt en dat gaat en dan herinneren we het ons weer. En dat is dus vanavond ook de avond van de herinnering. Nou, ik zou zeggen, Donja, take it away. Nou, heel leuk. Wat ik jullie dus vandaag wil laten zien, is een mandala van Dotting Tool. Ik ga eerst beginnen met natuurlijk een simpele neelart. Ja, kijk. En wat ik dan ga laten zien, is dat om met één dottingtool de dotjes steeds kleiner te laten verlopen. En dat doen we door middel van de druk. Dus ik pak even een dottingtool. En zoals je ziet aan de dottingtool, ja. zie je een brede kant en een wat dunnere kant. Wat smallere ja. kant. Ik heb mijn tip al afgelakt. Mat. En deze komen per vijf, hè? Ja, toevallig deze is dat het ook een van de dingen die je kunt winnen vanavond. Als je je huiswerk maakt, dan kun je die set van vijf winnen. En volgens mij laat Donja ze even zien. Ja. Een prachtige dottingset in alle maten, ja, breedtes, diktes. Heel leuk. Ja, en het fijne van het gebruik maken van de dottingtool is dat het wat eenvoudiger is en ook sneller dan doen met het penseel. Ik heb dus ook al de kleuren op een paper palette gelegd. Oeh, dat zijn er wel heel veel. Het maakt eigenlijk ook niet uit welke kleuren je gebruikt. Wat ik wel zou adviseren: om de kleur die je op je Colourpop hebt, om die niet te gebruiken, want dat valt weg. Dus wat ik ga doen, is: ik ga mijn dotting tool, ik laat dat nog even zien, laden in de kleur, zodat je bolletje echt goed gekleurd is. En dat is je basiskleur? Dat is mijn, ja, dit is mijn basiskleur. Dus het bolletje. Begin ik in het midden om ook echt te zien waar ik straks de mandala of het puntje naartoe wil brengen. En deze heb ik dan met vrij veel druk opgezet. En welke kleur is dat? Dit is de Bloody Mary. Oh ja, hele populaire zomerkleur. Sowieso zijn dit een beetje zomerse designs. Ja. En het tweede bolletje druk ik dus iets minder. En het derde nog iets minder. En zo zie je dat ik steeds minder. En dunnere bolletjes heb. Nou, wat leuk! Nou, dit is, dit is al echt uh, een, een leuk stippenlijntje. Ja, dus hoe minder druk je zet, hoe, hoe minder gel er aan je dottingtool zit, hoe ja. kleiner de stipjes worden. Dus eigenlijk krijg je met één, dus je neemt één keer product op. En dan kun je meteen zo'n hele uh, pingel randje gaan maken. En tussendoor moet je het natuurlijk wel even uitharden. Hoe lang doe je dat ongeveer? Ja, een cure. Dat kan dus ook met een flash cure. Maar ik doe het nu even met de twin light. Oké, okay, nu vind ik het leuk als ik een rode kleur heb gezet, om natuurlijk een ander kleurtje daarvoor te gebruiken. Dus ik ga de blackberry gebruiken. En dan zet ik eigenlijk het volgende stipje naast mijn eerste lijntje. En ook weer groot boven ja. en kleiner naar beneden. En dan gaan we steeds naar beneden en de bolletjes worden ook steeds kleiner. En wat ik dan leuk vind is dat het ene Stopje wat hoger is dan het andere. Dus ik laat deze iets verder doorlopen. En die stop ik weer even in de lamp. Ik heb ook een doekje waar ik dus de kleurtjes mee afveeg. Ja, dus je gaat niet iedere keer helemaal met prep een wipe en een nail wipe dat schoonmaakt. Je doet het gewoon af van een brush wipe. Ja. En nu vind ik het heel leuk om de kiwi daarbij te gebruiken. En dan gaan we weer een groter dotje. Ja. En dan weer. De druk verdelen en dan worden de dotjes steeds kleiner. En dan heb je eigenlijk al heel leuk een heel simpel, gemakkelijk design voor jouw klanten. Ja, en Suzie zegt ook in de comments: "If you got a spot, you can solve it with a dot." Dus als je ergens een klein vlekje hebt of een klein dingetje hebt, zet er een dotje op en je bent weer helemaal goed. Dit heb je natuurlijk gedaan op de plaklaag van uitgeharde gel polish. Heb ik dat goed of heb je tussendoor, voordat je de dots ging doen, wel even de plaklaag verwijderd? Nee, ik doe hem altijd even op een matte topcoat. En waarom doe ik dat? Stel je dotjes mislukken, kan je heel makkelijk gewoon met een uh, wipeje prep, met prep en wipe, even afnemen. En dan blijft de kleur niet in je gel polish zitten. Nu vind ik het leuk om er nog een. Andere kleur bij te doen. Nou, ja, blauw pistache. En nu begin ik weer met een wat grotere dot. En eigenlijk kan je zoveel dotjes zetten als dat je wil. Nou, ik vind hem al heel erg leuk. Dus dit design is voor mij klaar. Heel simpel, heel makkelijk en heel goed te doen natuurlijk als je een beginner bent of als je snel geld wil verdienen in de salon. Ja, over, daarover gesproken. Je moet natuurlijk ook voor zo'n simpele neelart wel gewoon iets vragen als vergoeding. En je bent er natuurlijk toch even een paar minuten mee bezig. Dus wat zou, zou jou zeggen voor zoiets als dit? Anderhalf twee euro per nagel of zo? Ja, ik zou een beetje beginnen bij uh, het aantal kleuren. Dus als je met één kleur uh, stipt, uh, doe je 1,50. En hoe, hoe meer kleuren, hoe meer uh, werk je eigenlijk hebt. Dus ja kan oplopen tot 57. Al ja. is misschien het merendeel van het werk wel het aanbrengen van je, van je product op je paper pallet ja. en dat u tussendoor je tools schoonmaken. Wat ik wel grappig vind is Karin Kramer, Hi Kamer, zegt superleuk, ik doe ook servies stippen met dotting tools. Heel Wat leuk. Wat doe je dan op servies? Laat even weten, want ik ben gek op servies, dus misschien moet ik dat ook wel gaan doen. Uh, Iresa zegt tegen Wendy: "Kijk eens hoe leuk." En lakje nagel zegt: "Hoef je geen topcoat over de stipjes te doen omdat het gel polish is." Jawel, maar dat gaat nog gebeuren, Linda. Je bent ons voor. Want je hebt dus nu hem even volledig aan het uitharden, geloof ik. Ja, ik heb hem een volledige uithardingstijd gegeven. Ik zou hem 90 seconden doen, maar dat is natuurlijk uh, een beetje verschillend. Wat ik wel altijd even doe, is als ik klaar ben met mijn dotjes uh, te plaatsen... is om een nail wipe met prep en wipe eroverheen te doen. En dat is eigenlijk om te zorgen dat hij dan niet gaat lopen straks... als je je topcoat eroverheen doet. Ik vind het leuk om een mat af te lakken. Dat doe ik met de extreem mat. Ja, want je wil natuurlijk niet dat het uitvloeit. Nee. Ik was even een vraag van Sylvia Hardy aan het beantwoorden, maar let even op het midden. Want dan kunnen we lekker meekijken. Oh, Ach, ja. heb je de verkeerde extreme matte topgel. Ja, in de voorbereiding hadden we een leeg flesje en dan pak ze natuurlijk als ze net van Murphy. ja, dan pak je het verkeerde flesje. Ja, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Ik ken het. Ik gooi hem ook meteen weg. Kijk. En dan gaan we natuurlijk, zo is hij dan als hij glans afgelakt is. Kan je nu ook mooi zien. Er zit een stipje in. Ja. Kijk, zo is hij als hij glans is. Ook heel mooi. En nu, als hij mat is, tam, 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 tam. Ja, dan duurt die minuut lang, hè, als je zit te wachten om dat extreem matte resultaat te laten zien. Ik zal in tussentijd even de vraag van Sylvia Hardies bespreken. Zij vraagt mij, uh, kun en wil jij de link van de commercials nog eens posten of doorsturen? En ik heb al beantwoord in de comments, Sylvia, die kun je allemaal vinden op ons YouTube-kanaal, Magnetic Nail Talk op YouTube en er is een speciale playlist genaamd Commercials en vanuit daar kun je ze delen en kopiëren. Dus ze zijn allemaal uh, uh, beschikbaar op het YouTube kanaal Magnetic Neil Talk. Je moet altijd even nadenken. Deel Talk Live, Magnetic Neil Talk. Maar het staat in de comments. En hij is inmiddels uit de lamp gekomen. En wat is hij leuk leuke? Super simpel. Maar wel superleuk. Ja, en door die mat krijgt het een wat vlakker effect. En Janty vraagt zich dan ook af of dat wel kan. Matte topgel over mat. Ja hoor, dat kan prima. Ja. Nou, Wilma zegt dat ze je tatoeage geweldig vindt. <laughs> Etty zegt leuk en makkelijk toe te passen. Donja en Gemma vindt hem super cute. Anje heeft sterretjes in de ogen. En Lizet zegt: oh, basiskleur glans aflakken en dan de stipjes maken en dat sugaren. Kan ook. Nou, Zeker leuk. Ja, ook een heel leuk idee. Misschien moet Liesette ook maar een keertje komen. <laughs> uh, in ieder geval, dit is dus Dottie Nail Art. Allemaal nail art die jij kunt maken met je dotting tool. Nou gaat dit dus heel erg snel. En dat betekent dus ook dat ik de tijd heb om wat meer te vertellen en om de verschillende topics te doen. Dus het eerste wat ik ga bespreken is het huiswerk wat jullie moeten maken om mee te kunnen doen vanavond. En wat is dat huiswerk? Nou, maak vijf verschillende Dottie Nails en gebruik daarbij je dotting tool dat mag op een hand van een klant, maar ook op Colopops natuurlijk. En ik zou er dan voor kiezen om dat op Colopops te doen, zodat je die meteen kunt neerleggen bij jou in de salon voor jouw klanten, want je staat versteld hoe dit soort eenvoudige en toegankelijke nail hoe snel dat wordt gekozen. Denk er ook bij om bijvoorbeeld op de ringvinger een nieuw nagel te doen met Bloody Mary stippen. En dan op de rest van de nagels doe je juist weer Bloody Mary. Ik zie dat Karin Kramer een foto doorstuurt. Ik ga zo kijken. Ik moet nu eerst even vertellen wat je allemaal moet doen. Dus vijf nagels op tips of op een hand. Als je dat doet, heb je natuurlijk wat regels. Je hebt daar twee weken de tijd voor tot 1 mei om je huiswerk in te sturen. En doe dat dan via het album... Genaamd Dottie Nails. Zijn er verbeterpunten? Neemt Jessica met je contact op en vergeet niet de step-by-step -step foto van je huiswerk in te sturen. Als je dat doet, krijg je natuurlijk jouw certificaat, het eerste certificaat van de Dottie Nails, maar je maakt ook kans op deze hele mooie prijs: de vijfdelige dotting tool set met verschillende maten, grote en kleine, en maar liefst vier gelpolishes. En dat zijn grapefruit, cosmopolitan, pistachio en oeps. Orange. Nou, met deze kleuren kun jij natuurlijk super gave en gezellige, leuke. Zomerse neelart maken, want de zomer staat hopelijk voor de deur. We hadden eigenlijk deze week een hele mooie week voor de boeg. En ik had me er helemaal op verheugd. En vanochtend zat ik in de auto en toen dacht ik: Oh, 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 oh. wanneer komt die zomer? Hij komt eraan, vooral met deze neelart op je naad. Dan kijk je iedere keer naar je naad en denk: Oh, dat is leuk, dat is zomers. In ieder geval, volgende week hebben we ook weer een hele leuke e-workshop voor jou in petto. En dan is Demi Aard hier weer bij mij. En Demi gaat iets maken dat heet Blush Lay. Oftewel een blush nagel. een vierkante technische, niet al te lange nagels waar de blushproducten als inleeproduct wordt gebruikt. Dus met name voor de technische nagels is het super interessant om mee te kijken, maar ook natuurlijk als je gewoon lekker veel inspiratie wil krijgen. Over inspiratie gesproken, de e-workshops zijn daar natuurlijk voor en de maand mei staat alweer voor de deur. Kijk even bij mij me of maak even een screenshotje als jij precies wil weten wat er in mei gebeurt. Op maandag 1 mei is Bianca Freigang mijn gast, national trainer uit Duitsland en zij neemt ons mee in smoky almond nails. Dus amandelvormige salonnagels met een rook effect daarin. Super cool en dat doen we omdat Bianca dan in Nederland is voor de opnames van de International Neil Talk Live Shows. Dus ja, hoe passend is dat? De week erop, op maandag 8 mei is er geen e-workshop, want dan zijn we aan het bijkomen van het event. Voorgaande jaren is gebleken dat die maandag na het event best wel even nodig is om eventjes weer op kracht te komen. Dus we hebben besloten dit keer dat toch als een soort feestdag. Het is natuurlijk een feestdag te zien. En we slaan dan een keertje de e-workshop over. Dat neemt niet weg, dat we een week later, natuurlijk. Op maandag 15 mei is Louelle hier weer mijn gast. Louelle, wiens winnaresse, ik ook heb van een aantal weken geleden vanavond. En Louwelle neemt ons mee naar een geheim namelijk blushing neons of neonblusjes. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Verklap ik nu iets? Dat weet ik niet, misschien wel, misschien niet. Maar Luelle gaat het aan ons laten zien. De maand gaat vervolgens verder natuurlijk met Cheryl en Cheryl gaat ons meenemen in de behandelmogelijkheden die je hebt voor mensen die hun natuurlijke nagels willen dragen. Natuurlijk, een tijdje geleden was Chiril bij ons en toen heeft ze Seal en Protect laten zien. Maar wat voor andere mogelijkheden zijn er nou voor natuurlijke nagels? Hoe kun je nagellak langer dragen op natuurlijke nagels? Hoe moet je een natuurlijke nagel veilen? Hoe behandel je een klant die natuurlijke nagels wil dragen? Want ook die zijn er natuurlijk. De maand wordt afgesloten op maandag 29 mei. Helaas niet met een e-workshop, want het is Pinksteren. Dat heb je altijd hè. in april en mei. Dan heb je plotseling die lange weekenden. Dat je Tweede Paasdag hebt en Tweede Pinksterdag. Nou, dat valt precies in de maand mei. Maar in de maand juni hebben we natuurlijk ook weer heel veel leuke en spannende dingen voor jullie. Maar die ga ik wat later bekendmaken. Dan, omdat deze maand de Topchells in de aanbieding zijn. Breng ik ook nog even de Bottle Challenge. Of de Bottle Battle bij jullie onder de aandacht. Dat is op zondag. 30 april. En dat wordt gegeven door Jessica. En dat krijg je nu 20% korting op als je deze workshop gaat boeken. En wat ga je dan doen? Je leert dan alle verschillende mogelijkheden van alle topgels in combinatie met andere nail art producten. Dus wanneer fluff je, wanneer poets je, wanneer sugar je, wanneer groom je, wanneer uh, pigmentje, wanneer doe je dit, wanneer doe je dat? En welke topgel is daar dan het meest geschikt voor? Dus dat wordt een avond vol informatie, of tenminste een dag vol informatie. En dat doen we natuurlijk omdat de topgels deze maand met 20% korting in de aanbieding zijn. Ja, over aanbiedingen gesproken, het Neil Talk Live event staat voor de deur. Jazeker, nog een paar weken, 6 en 7 mei, het Neil Talk Live event. Intussen toch wel echt het event van het jaar en een heel bijzonder event... Voor ons allemaal een event waarin we kunnen genieten van inspiratie, van demonstraties, van workshops, van elkaars uh, samen zijn met elkaar, sparren met elkaar, praten met elkaar, brainstormen met elkaar. Een geweldige feestavond op de zaterdagavond natuurlijk. Dan gaan we helemaal los met de IDM-band. En dat is speciaal voor de mensen die het arrangement ook hebben geboekt. Dus blijf jij slapen. Ben jij meteen uitgenodigd voor de verrassingsavond. En wij ons er ook wel een beetje extra verrassend voor hoor. Want het wordt echt wel het Neil Live feestje van het voorjaar, dat jij met je gelijkgestemde collega's kunt gaan vieren. Over dat event gesproken, ik geef zelf op zondag om half elf ochtends Gem Talk en ik wil het dit keer tijdens de Gemtalk ook hebben over de allergische reacties. Toevallig is er van het weekend of volgend weekend een heel artikel geweest in Engeland. En dat ging over, was gepubliceerd door de BBC, Dat ging over veel allergieën die voorkwamen intussen. Euh, door het gebruik van kunstnagelproducten. Nou, mocht je dat hebben gehoord of denken wat is er aan de hand, dan komt dat omdat er bepaalde producenten zijn, merken, die hun producten verkopen aan de eindklant. Terwijl kunstnagelproducten zijn voor profession, professional use. En waarom voor professional use? Omdat er allergenen in zitten. En die allergenen, daarvan moet je weten hoe je daarmee om moet gaan. Dat betekent dat je les moet hebben gehad. Daarnaast is een producent altijd verplicht een inlee bij het product te stoppen. waar de gebruiksaanwijzing in terug kan worden gevonden. en ook waar alle ingrediënten op vermeld staan. Nou, dat artikel, dat is intussen natuurlijk heel internet weer overheen gegaan. Mensen schrikken daar heel erg van. Leg jouw klanten uit dat zij geen verhoogd risico lopen op een allergie omdat jij de professional weet hoe je met dat product moet werken. En als jij dat weet, dan is het product volledig veilig. Dat is ook waarom er een EU cosmetica besluit is. Dat bepaalt welke producten er veilig en niet veilig zijn. En als wij als producent ons daaraan houden, kun jij de behandeling veilig uitvoeren op de klant. En dan blijft het risico op allergieën natuurlijk zeer beperkt. Wil je daar nou meer over weten? Kom dan naar het event, kom naar Gemtalk, ik ga daar meer over vertellen. Of stuur mij een persoonlijk berichtje en dan kan ik je wat meer en wat diepergaande informatie geven. Nou, ik vind dat ik wel weer even genoeg heb gekletst voor nu. Het gaat natuurlijk heel erg snel, maar dat geeft mij ook die tijd. Donja, wat gaan we nu doen? Nou, leuk dat jullie naar het eerste design hebben gekeken. Nu neem ik jullie mee naar het tweede design. Wat ik ga maken is een mandala met natuurlijk de dottingtool. Dus ik leg hem er even bij en dan zie je ook aan het design dat er verschillende diktes en natuurlijk verschillende kleuren gebruikt zijn. Wat ik nu als eerst ga doen is de andere kant van de dottingtool gebruiken, want die is wat ja, dikker. Ik leg weer. Mijn dottingtool in de gel polish en ik begin weer met mijn basisstip. Ik veeg mijn dottingtool weer even af en gebruik nu de andere kant. En zo ga ik een beetje spelen met de verschillende stippen. Ondertussen hard ik natuurlijk wel mijn stippen uit zodat het risico op ja, het kapotmaken van je design natuurlijk, er niet mee is. En ik loop even naar jou toe om over jouw schouder mee te kijken, om even de over-the-shoulder-camera een beetje tijd oh. te stellen, als jij de volgende stap gaat doen. Want het maar is het te laag. Anders denk je, wat die zijn nou aan het doen? Ah nee, kom er gezellig bij. Zit je, moet je wel even het midden goed opzoeken? Ja, yes. daar ben ik. Ik vind het leuk om nu een beetje kiwi te gebruiken en ik ga weer spelen met de diktes van de tool. Soms draai ik mijn colorpop of de hand van de klant even om, zodat ik beter bij mijn ontwerp kan. Eigenlijk kan je hier natuurlijk niet zo heel veel aan fout doen. Jouw klant weet niet waar jij je stip gaat zet, neerzetten en bij Dottie Nails is alles natuurlijk leuk. Deze hart ik weer even uit. En dan vind ik het leuk om met een andere kleur. Even kijken. Ja, ik zit weer in het midden. Daar moet ik even aan wennen. <laughs> ik vind het leuk om in mijn mandala nog een soort van bloemetje te verwerken. En dan zet ik eerst het roosje van de bloem. Ja, het lastige ja. is wel met zo'n mandala dat je wel in het gecentreerd moet blijven werken. Hè? Het moet wel symmetrisch blijven. Het hoeft ja. natuurlijk niet exact, exact, exact. Maar dat geeft het wel wat meer diepte. En ik vind dat wel heel leuk, want het geeft een beetje het idee van een juweel bij de cuticle. Karin, ik heb trouwens je, je foto's gezien. Supercool cool gedot servies, zeg. Hoe gaan we dat noemen? Gedotterde dot servies. <laughs> Wat ik nu ga doen is om de bloem van de roos, wat met mijn andere dotting tool, omdat er natuurlijk verschillende maten zijn, ik gebruik nu de zee, maar daarvan de kleine kant zet ik eerst in een viertal. Grappig. Ik heb een, even een comment van DM Beauty Soraya, je broer hier in hoofdletters, trots op jou met uitroeptekens. <laughs> wat leuk! We gaan weer verder met een, vier, vier blaadjes te maken. Ja, en hier zijn echt is de sky the limit, hè? Kijk. En dan zie je ook dat het heel mooi erop ligt. Deze hart ik weer even uit. Ja, daar is hij. En dan kan je, als, het is natuurlijk een flashkeur, De stipjes nog wat leuker maken door of dezelfde kleur te gebruiken. Beetje naar het midden toe gaan. Ja. En dan heb je een soort van bloemetje in je design. Om het jezelf makkelijker te maken, draai ik hem even om. Dat kan ook bij de klant natuurlijk. Ja, dan leun je gewoon op de vinger van de klant. Ja. En dan heb je in je design een heel leuk Bloemetje. Een madeliefje. En ook die hard ik weer even uit. Ik vind het altijd heel belangrijk om tussendoor mijn dotjes uit te harden. Uh, ik kan nogal lomp zijn, dus ik hard het liever uh, te vaak uit dan te weinig. Nou, Kelsey ja. zegt: Dit is toch helemaal gezellig met hartjes erbij? Ja, je nou, wordt er helemaal vrolijk van. Leuk. Wat ik nu ga doen, is ik pak een kleinere dottingtool. Dat is de. B, ja. En de kleine kant van de, B, van de B, ja. Moet ik het wel goed zeggen. En dan ga ik hem eigenlijk een beetje inkleuren. Dus eigenlijk wat, wat stoerder maken. En dan zet ik hier ook. En dan heb ik een soort van kettingje gemaakt. En omdat ik de kleuren tussendoor heb uitgehard, kan ik dus ook heel gemakkelijk met een andere kleur... Mijn stipjes die er al staan, wat leuker maken. Dus dan krijg je een soort van dimensie in jouw ontwerp. Ik vind het bijvoorbeeld leuk om nog even een kiwi-stipje erin te zetten. En je kan hem natuurlijk over de hele nagel maken of je kan het op de helft maken. Het is net wat jij of je klant natuurlijk uh, ja, mooi vindt om te doen. Deze hard ik nog even uit. Irene Vossen zegt die bloemetjes zijn net vrolijke oogjes. Zo, Jazeker. ja zeker. Je je, ja, je kunt er ook een beetje een uiltje van maken ja. natuurlijk. Eigenlijk alles kun je in stippen uitvoeren. Had je niet zoiets ook bij je? Ja zeker. Nou, ik dacht wel, ik heb het toch niet gedroomd. Ik ga ze even erbij pakken. En Henriette zegt, I cannot live without my dotting tool. It's just so nice to make nail art with. Ja, nou, uh, schattig design zegt Sylvia. En Maria zegt, ik vind het helemaal echt cool. Snel en simpel, maar supermooi. Oh, je moet ze wel even laten zien. Want ik heb nog niet het aandacht het kunnen niet. vestigen. Ik ga. Ik nee, weer even naar de even comments aan het kijken. Je moet wel even wachten tot ik zeg. <laughs> oh, cool. Ik ga ze weer bij wij pakken. Nou want je binnen. kunt dus met die dots ieder type design maken. Je gaat in plaats van lijnen, worden het stipjes, ja. dunnere of bredere stipjes. En zo kun je daarmee spelen. Zo ook deze, die we nu kunnen laten zien, denk ik. Ja. Even scherp stellen. Ja. Daar zijn ze. Super gaaf, heel leuk. En nu zie je dat het ja, ik vind het zelf, Mat, altijd heel mooi afgelakt. Want dan komen de stippen gewoon veel beter naar boven. Ja, en ik heb een collega van mij, zij is gek op uilen. Dus ik denk dat Co dit ook wel heel vet vindt. Chiriel zegt heel rustgevend ook om die stipjes te zetten. Deborah zegt screenshot, we doen straks de screenshot, Deborah. En Iris, jij zegt: Ik ga morgen ook leuk deze nail art maken. Nou, heel erg veel succes. En Cindy zegt: Ja, dat doet me ook denken aan die gave skulls met de Dag van de Doden. Ja, de Dios delos mortas. Met die schedels. Ja. En dan met allemaal mooie. Dat is ook dat is een goed idee. Touch by Hand zegt: Fantastisch. Christian Maas zegt cool. Aletta zegt: Ja, uiltjes. Gemma zegt, echt cool wat je allemaal met een dotting tool kan doen en wat een ontzettend gezellige design, zegt Seriza. Maar we gaan hem even afmaken volgens mij. Natuurlijk, wat ik nu er nog heel even aan toe wil voegen om hem wat ja, klassieker te maken, zijn wat dunnere dots. Dat kun je ook zien als wat kettingjes. Het, het is natuurlijk niet verplicht, maar ik vind het altijd wel heel leuk om zoiets erbij te doen. En wel in het midden. Wat zeg je? En wel in het midden het uh, ja. Centre de TV. Daar ja. ik. En dan heb je wat uh, kettentjes. Daar ben ik ook altijd wel heel erg gek op. Maar die zijn ook altijd wel wat speelser en wat leuker. Ja, Nikita Visser, jij zegt: Ik deed dit 15 jaar geleden ook leuk dat het terugkomt. Weer nooit uit de mode deze stijl. Het is absoluut waar dat komt en het gaat. Dat is met heel veel nageltrends. Dat is eigenlijk met alles in het leven al. Mode, alles. Uh, Postuur. Het komt en het gaat en het komt en het gaat. Maar ja, die dot zijn inderdaad nooit, nooit weg geweest eigenlijk. Nee. En eltjes natuurlijk ook niet. Laat nee. ik nou net een tattoo hebben van een eltje. <laughs> ik ga hem nu aflakken met Supreme Finish. Om weer een ander effect te doen. Maar voordat ik dat doe, ga ik hem heel even schoonmaken weer met prep and wipe. En dat doe ik eigenlijk om de strepen te voorkomen. En daar was ik. Ik doe de dotting-techniek uh, uh, eigenlijk altijd met gel polish, maar het kan natuurlijk ook met Cerisa Sweeties of met een uh, liner gel. Net wat je prettig vindt. Ja, alleen een liner gel hadden we natuurlijk in de voorbereiding. Dat ja. heeft de neiging om een beetje een puntje te vormen als je je ja. dotting toe op, op optilt. Uh, gel polish heeft natuurlijk genoeg dekkracht om dat te doen. En wat vind je van Cerisa Sweeties? Is dat dan de gulden middenweg? Ja, vind ik ook fijn. Maar ik moet zeggen, ik heb net, je hebt natuurlijk altijd de Gel Polish wel hè, in je kast staan. Dus of ik zou het misschien mengen met de Cherisa Sweeties. Of ja, het is, net, het is echt net wat je prettig vindt. Het kan met allebei. Ik zou zelf de liner uh, gel niet gebruiken. Maar dat is omdat ik de pickies niet zo uh, leuk vind. Het is natuurlijk iets taaier, waardoor ja. dat je het iets meer omhoog krijgt. Nou, laten we even naar het eindresultaat kijken. En hier heb ik een hele leuke mandala. Leuk. En je kunt het natuurlijk ook wat klassieker maken. Dan wordt het een beetje de pingelpangeltjes van Yes. Dus dan gewoon van, klein, van groot naar wat kleiner. Een wat klassiekere look. Je kunt het ook wat, wat, wat meer uh, bridal maken. Door een new tint te nemen. En dan met wit en misschien wat goud ertussen. En zo kun je heel veel spelen ermee. Oh, jeetje. Oh, oh dit, dit verdient wel een, een screenshot. <laughs> Oké. <Okay. coughs> Even de keel schrapen. Nou, gaan we dan maar? 3, 2, 1. Squeeze! Ik krijg geen lucht. <laughs> Heel erg leuk. Lekker veel. Ja, in de comments zegt Deborah dat ze moet gaan, want ze moet de koffer gaan inpakken. Want Deborah is natuurlijk morgen hier, want uh, we gaan morgen weer beginnen met de opnames van het nieuwe seizoen. International Needle Talk Live, de eerste opnames gaan staan voor de deur. Jij hebt nog meer designs voor ons in petto, zo direct hè? Ja, zeker. Ja, ik heb nog meer in petto. Oké, okay, nou dan ga ik eventjes, uh, ik ga alvast even nog een keer het huiswerk doen. En ik denk dat ik alvast de eerste winnaars ga doen. He, maar eerst even het huiswerk. Wil jij vanavond meedoen of deze week meedoen met het huiswerk van Donja en de Dottie Nails? Maak dan vijf verschillende Dottie designs. En dat doe je met je dotting tool. En dat mag op mijn hand of op kolderpops. Ik zou kiezen op, voor kolderpops, want dan kun je het meteen natuurlijk in het salon tentoonstellen. Dus vijf verschillende designs. Ga helemaal los. Als je heel veel ervaring hebt, kun je natuurlijk. Ik las in de comments iemand die zei. Een vlinder gemaakt van dots. Natuurlijk supercool. Past ook mooi bij Donia. Maar je kunt ook, als je wat minder ervaring hebt, gewoon wat, wat bescheidener blijven. En omdat het een dotting tool is, is het voor iedereen mogelijk. Je hebt daar twee weken de tijd voor. Dat wilde dus zeggen, tot 1 mei om je huiswerk in te sturen. En doe dat dan via de link die je kunt vinden in het album Dottie Nails. Zijn er verbeterpunten, er natuurlijk door Jessica contact met je opgenomen. En vergeet ook niet de foto's van je huiswerk in te sturen. Doe je dat, krijg je je e-certificaat. Maar je maakt ook kans op deze hele mooie prijs door Donja uitgekozen. De hele Marble tool set van vijf dotting tools en daarnaast vier gel polish kleuren, echt lekker zomerse kleuren: dat is grapefruit, Cosmopolitan, Pistachio, en oeps, orange. En dat zijn de nieuwe kleuren. Of tenminste, met die kleuren kun jij dan lekker in de zomermaanden. ze zijn ook heel populair om gewoon te dragen. Sylvia, jij vraagt wanneer krijgen we een sneak peek van de nieuwe producten. Nou, dat komt binnenkort hoor. Nog heel eventjes wachten. Natuurlijk, in ieder geval woensdag 3 mei zijn we live met alle nieuwe producten. Daar gaan we hier een feestje van maken. Gaan we alles laten zien. En hou goed de socials in de gaten. We hebben al prachtige resultaten binnengekregen van echt spectaculair mooie dingen. Veronique, jij zegt een vette prijs. Het is zeker een vette prijs. Wij ook in de salon echt heel veel meegemaakt. Kunt doen. Nou, is nail talk live sowieso wel van de vette prijzen? En een paar weken geleden was ik natuurlijk met onze geweldige Henriette live. En Henriette nam ons mee naar de Sunset Nails, de nagels met silhouet tegen een sunset. En uh, laten we even kijken naar haar challenge: maak minimaal drie pops met Sunset Designs. Nou, dat was dus best wel een uitdagende opdracht en ja, ik ben heel benieuwd wat er is gemaakt. Ik heb mijn notities bij de hand. Ik ga even kijken of ze op de juiste volgorde. Ja. Over deze eerste winnares, zegt Henriette. Wow, really nice work. It all matches together and I love the photo. The photo draws one to look even more at the work and just look at the work with the ombra. I'm blown away. Uh, really nice work and I really love the intensity of the work. Uh, dus laten we eens even gaan kijken naar deze inzending van Desiree Koopmans. Van harte gefeliciteerd. Ik zie een paardenbloem, ik zie palmbomen. Prachtig gedaan, Desiree. Van harte gefeliciteerd met jouw inzending. Super goed gedaan. En jij was echt de topwinnaar volgens uh, Henriette. Maar we hebben natuurlijk niet een 1, 2 en 3, maar super gefeliciteerd. De volgende wordt over gezegd I love how you work to make the sunset nails part of a set of nails. It's such beautiful work and I especially love your savannah nails. Stunning work. En dat zegt Henriette over de inzending van Linda Schaafsma van Hartigfeest dit. en dan zie je inderdaad de Afrikaanse savanne waar zich vogels door de lucht heen ik, ja, had je ook nog misschien een kameel bij kunnen doen of zo maar super gaaf gedaan Linda ik weet zeker dat jouw klanten dat jij vast een klant hebt die gaat zeggen tegen jou deze zomer doe mij maar die compositie van die savanne nou de laatste winnares van de challenge van Henriette daarover wordt gezegd Your ombre work is just perfect and so beautiful I love how you have played with different colors in the ombre and the nail art on the top Love, such a lovely work. En dat wordt gezegd over een naamgenoot van jou, namelijk Dunja Fluit. Van harte gefeliciteerd, Dunja. Ook bij jou zie ik de palm of de, of de pluimen, de rietpluimen. Ik zie die prachtige blaadjes. Super goed gedaan, van harte gefeliciteerd. En dat geldt natuurlijk voor jullie allemaal. Hè? Super gefeliciteerd, super goed gedaan daar mogen jullie trots op zijn en jullie krijgen natuurlijk deze prachtige prijs deze week toegestuurd ook weer verschillende gel polishes, Aynieta's lipstick, unicorn pigment, het stamping plateboek en natuurlijk een speciaal cadeautje van Harriette zelf haar waterfles en die waterfles dat is natuurlijk de kerst op de taart en een absolute essentiële must-have. Ik heb hem zelf ook gekregen van Henriette. Ik ben daar heel blij mee, zo blij dat ik er echt heel blij mee ben. En hoe blij dat horen jullie nog wel een keertje. Ik heb volgende week natuurlijk ook weer een e-workshop en dan gaan we met Demi Aert gaan we los met de blushley, Het blush Is gewoon zo'n lekker woord. Hallo blushley, blushley. Ik, ik ben aan het blushleyen. Nou. We gaan natuurlijk helemaal live met Demi. Die gaat ons uitleggen wat is Blush Een technische nagel, vierkante nagel met inlees, Super cool. Dus kijk dan ook zeker mee. En in de maand mei gaan we natuurlijk hartstikke verder. Of ben ik iets aan het overslaan? Nee, nee. Ik lig op schema. Ik zit goed. In de maand mei beginnen we de maand met Bianca Freikang. Smokey L met Niels Bianca is een van onze top Technische trainers. Dus wil jij nou eens een echte internationale technische trainer aan het werk zien? Kijk mee naar Bianca uit Duitsland, national trainer. En wat dat betekent, vertel ik je tijdens die show 1 mei. De week erop hebben we een vrije dag, want dan hebben we hebben net het event achter de rug. Dus moeten we er even van bij komen. En uh, we nemen gewoon een vrij dagje. Op maandag 15 mei komt Louwelle met neon blushes. En misschien zegt dat al iets over wat er komen gaat: neon blushes. Maar hoe? Ik zeg je, het is geweldig. Nou, vervolgens vliegen we door en gaan we naar Cyril op 22 mei. En zij neemt ons mee naar alle mogelijkheden die er zijn bij de behandeling van de natuurlijke nagel. En ik ben even iets kwijt. Oh, ik ben het niet kwijt. Ik ben weer terug. Ja. In ieder geval, Chiril neemt ons mee naar alle mogelijkheden die er zijn. Als jij klant hebt die een natuurlijke nagel dragen, waar moet je op letten? En dat is natuurlijk ook weer een op zichzelf staande doelgroep. En de maand wordt afgesloten op 2e Pinksterdag. Helaas geen e-workshop, maar vergeet niet: op de woensdagen en ook de vrijdagen kun je natuurlijk altijd genieten van Nail Talk Live. Toevallig aanstaande woensdag gaat het over blush test Epic nail art voor shorties, oftewel nail art helemaal gericht op de korte, moderne, hippe. Trend die klant. Kijk dus mee, Boems. Want het zit boordevol informatie en inspiratie. Datzelfde geldt natuurlijk aanstaande vrijdag. Maar kijk, neem gewoon altijd even het boekje erbij om te kijken wat kan ik deze maand of deze week verwachten. Het staat er allemaal in speciaal voor jou. We zijn alweer bezig met het volgende boekje. Dus veel te melden, veel te doen. Ik denk dat we voor nu even teruggaan naar jou, Donja. Ja, dat was onverwacht. Ja, nou daar ben ik. Uh, ik wil jullie ook nog even laten zien dat je met een dotting tool heel leuk uh, verschillende dierenontwerpen kunt maken. Ja, daar is hij. Zoals natuurlijk koeienvlekken of een, uh, ja, wat is het, een cheetah, een luipaardprint. En een hondenvoetje. Nou, heel leuk. Hou zelf. vast, hou vast, hou vast. Oh. Terug, 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 terug. Ik terug, kom, terug. ik kom. Want je moet nog wel even wennen aan onze screenshots. En ik zal het deze keer niet zo heel overdreven doen. Ja, ik, ik wil zal het wel, wel ademhalen. Ja, ja, ik doe gewoon het screenshot moment. Uh, even kijken, moeten ze wel leuk staan, hè? Ja, Beetje natuurlijk. Het is een hele compositie. Hey. Ja, die lenen. Ik weet het, neonblush klinkt interessant, hè? Ik zeg verder niks. Ik zeg verder niks. Ja. Nou, bijna. Och, Moeilijk, Suzy gaat meteen in het Duits. Super, Bianca Freigang, dat doe daarbij, bist. Ja, mijn doodje is niet zo goed, maar wel leuk. Nou, kijk, hier hebben we ze nog een keer ook met een dotting tool gemaakt. Dus Alles is met een dotting tool gemaakt. Nou, dan gaan we maar eventjes, hè. 3, 2, 1, screenshot! Dierenprins vraagt wat mannelijkers. Ja. Echt dat er heel veel mogelijkheden zijn met een dotting tool. Sterker nog, in mijn tijd, ik deed het nog net niet met een tandenstoker. Want ja, ik had toen nog niet zo heel veel technische beheersing en er waren ook niet zo heel veel mogelijkheden. Natuurlijk was Magnetic een van de eerste en, en bedrijven die zich echt op neelart richtte met stripers en uh, pensfruspenselen, bijvoorbeeld lange lijnen, scherpe lijnen. Ik weet nog heel goed dat ja, dat Magnetic was daar echt natuurlijk is natuurlijk nog steeds bekend om, maar toen ik begon was dat echt de boom. Het begin van neelart eigenlijk hier. Nou, we gaan terug naar jou, Donja. Want wat ga je aan ons laten zien? Ja, ik ga jullie laten zien hoe je dus met een dotting-tool een animal print kunt maken. Wat ik ga doen is verschillende kleurtjes gebruiken om uh, ja, een leuk animal print te gebruiken. En door iets als je te hard drukt, dan krijg je strepen in je gel polish. Dus je probeert wel uh, zo te doen dat hij dat die eigenlijk gewoon dekkend is. Mm -hmm. Oh, leuk, gezellig. Dus een goede drup gel polish. Niet te veel, niet te weinig. Beetje meespelen. spelen. Ja, als je te weinig hebt, dan krijg je er krassen in. Ja, he? dat kan ik ook wel even laten zien. Als dat lukt. Kijk, dan krijg je dit. Oh ja. Dus door een goede dot te pakken, niet te veel, maar wel een beetje royaal, dan kan je hem eigenlijk meetrekken. Ondertussen doe ik al mijn kleuren aan een brushwipe. Steeds lekker schoonmaken. Ja. En ik ben natuurlijk gek op oeps orange. Dat is echt een van mijn favoriet. En dan maak je een paar leuke vlekken. En door ik verschillende kleuren te combineren krijg je dus ook een funky effect. En je doet niet, zeg maar, eerst alle kleuren met, met groen en dan met rood. Want je wil een beetje de flow voelen van, hé, hey, wat, ja. wat, wat, wat heb ik hier nodig? Ja, het zijn ook allemaal verschillende kleuren, behalve de Oeps Orange. Want die vind ik gewoon zelf heel erg leuk. En hier heb ik weer... En dan probeer ik alle kale plekjes op te vullen met een ja, soort van stip. Wat niet een stip is. Kijk, en die hart ik even uit. Nou, wat gezellig. Eigenlijk heel basic, heel simpel, maar dat is ook wel een keer leuk. En oh dan Sylvia, jij zegt leuk 22 juli dagje blush intens. Wie weet met de nieuwe blush? Nou Seel. Got you covered. En Cindy zegt, heel lang geleden brak mijn dottingtool tijdens mijn design. Heb ik afgemaakt met een speldeknop. Mijn mij is nog nooit afgebroken. Ik heb een wel eens <laughs> kleiner geveild, de dottingtool. Want dan wilde ik bijvoorbeeld net een pupilletje in een oogje zetten, met een beetje licht erin. Ja, en je kunt ook met je dottingtool door natte acryl heen gaan. En dan krijg je ook hele mooie designs kun je zo maken. Echt multi, multi, multi-inzetbaar. Ja, ik kan ook een, mo een mooie marble design maken met een dottingtool. Ja, cool. Wat ik nu ga doen is met de allerkleinste... Dotting tool, dus dat is van de A. Pak ik een beetje zwart op. En wat ik daarmee ga doen, is eigenlijk heel leuk om die vlekken heen. Oh ja. En dan wordt het wat stoerder. Ja. En wat meer cohesie. Dus er komt wat meer, wordt wat meer één. Oh ja dat kan dus ook allemaal met een dotting tool. Niet te netjes. Gewoon ook niet, uh, hè? Maar het moet allemaal niet te netjes. Want dan gaat het fout. Eigenlijk gewoon een kloddertje hier, kloddertje daar. Kijk, okay. heel leuk. Ik draai ja, hem nu even om. Het eigen printje. En ik ga dezelfde... Kant op. Misschien helpt het als je je paper bij je rechterhand neerlegt. <laughs> Hadden we in de voorbereiding Kijk. ook al. Het is best spannend zo'n eerste keer, maar je gaat, doet het hartstikke goed, Donja. Nou, gelukkig het hartstikke goed. Ik was poepie-zenuwachtig. En om een beetje speelseffect te krijgen, zet je de, stip ja, de zwarte stipjes ook niet op dezelfde plekken. En dat kan je natuurlijk in een hele mooie set met de BlackBerry of misschien zwarte gel polish. En dan vul ik de gaatjes een beetje speels op met natuurlijk een dotting, stip. Iris zegt ja, echt zeker hele leuke zomerse designs. En dan wordt er iets gezegd van Tanja tegen Bianca: Bianca vrijgang. hoe ik je ja niks. Wat ze daar zeggen, is dat een e-workshop? Ik versta dich ook niet, sorry. Maar dit is wel een e-workshop. Deze, jij zegt, hele leuke animal print, lekker funky, summertime. En even kijken. En nu gaat het over dat afbreken van die dotting toe. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk wel ook heel goed toe te passen... ook op een wat stoerdere manier. En door dat zwart eromheen, ook al heb je al die kleuren... denk je in eerste instantie, wow, dat is een beetje veel. Door dat zwart erbij grond je het hele design... waardoor het weer veel, um, veel meer eenheid erin krijgt, vind ik. Waardoor het toch weer een soort van rustig wordt. Net als jij op het moment. <laughs> ja, je ik gaat het weer schoonmaken. <laughs> nou, wat ik nu ga laten zien... Als je dus niet schoonmaakt, hoe die er dan uit komt te zien. Laten we even naar het midden gaan. En dan zul je Kijk. zien... Oh, wat en dan zie je dus al vegen. die vegen. Dat was ook wel leuk, dat geeft het iets wolligs. Maar ja, goed, ik kan me voorstellen dat dat niet is wat je bedoelt. Het is net wat je leuk vindt. Ik vind het zelf uh, ja, vind ik het een beetje zonde van het ontwerp. Dus ik poets hem gewoon weer lekker met de prep. En zo zou die er mat uitzien. Cool. Maar je moet hem toch beschermen, hè? Want die ligt ja. natuurlijk toch bovenop de nagel. Ja. En wat natuurlijk ook heel erg leuk is om hem af te lakken met de holographic gel polish. De, de hmm. topcoat. En aangezien het de korting is van deze maand, is het natuurlijk leuk om ook met topcoats te spelen. Die stop ik ook even in de lamp. En ik ben benieuwd hoe die eruit komt. Ja, terwijl jij dat, daarop zit te wachten, want dat heeft natuurlijk even tijd nodig. Um, omdat het natuurlijk de top het product zijn van de maand, hebben we op zaterdag 30 april een hele leuke workshop voor jullie. Of zondag, zondag 30 april. Natuurlijk, zaterdag 30 april bestaat helemaal niet in 2023. Ik, zit, ik zeg het ook en ik denk, huh, wat zeg ik nou eigenlijk? Maar dat heb ik sowieso, ik heb een beetje moeite hiermee, want ik vind het woord zo moe moeilijk. Dit is een bottle battle. Een bottle battle. En die bottle battle, oftewel een flesjes battle. Die wordt gegeven door Jessica op zondag 30 april met 20% korting. En dan leer jij alle ins en outs en alle mogelijkheden met onze uh, topgels. Dus welke topgel gebruik je om te sugaren? Welke topgel gebruik je om chroom in te poetsen? Welke heeft het mooiste glans? Welke gebruik je. Uh, Wanneer je een FX glitter effect wil, een holographic effect. Wanneer gebruik je, wat kun je eventueel nog met een holo cat eye topgel doen. Zo zijn er ontzettend veel mogelijkheden. En al die mogelijkheden verklaart en legt Jessica jou uit op 30 april. En dat doen we natuurlijk omdat de topgels deze maand in de aanbieding zijn. 20% korting, shop till you drop. En we houden van korting. Korting is natuurlijk voor ons team, Ja, Het is wel fijn om je basic producten natuurlijk met een klein voordeeltje in te kopen. Dan kun je net je behandelingen, net wat voordeliger voor jezelf aanbieden in jouw salon. Maar ik moet natuurlijk ook even het Niltok Live event benoemen: hè. 6 en 7 mei aanstaande is het weer zover. Het Niltok Live event. Nou. Mirjam Zwart is er dit keer ook bij. Zij doet de nieuwe producten. Ik moet aan Mirjam denken vanwege Donja natuurlijk. Um, maar we hebben heel veel mensen in de winkels. Onze trainers staan voor jullie klaar in het contact der continenten. Gratis entree, gratis parkeren, gratis koffie, gratis thee. Als je het arrangement boekt, dan heb je ook nog eens de twee lunches inbegrepen. Eén keer het diner. En één keer het ontbijt. En ook nog eens een heel drankarrangement voor de hele avond. Want op zaterdagavond hebben we natuurlijk het Talk Live Party of the Year. En dan gaan we helemaal los met elkaar. We hebben een hele goede band. We gaan er echt een feest van bouwen in het Sennaken. Waar we de vorige keer de pubquiz hebben gedaan. Gaan we nu een keertje niet allemaal vragen stellen. wat een beetje lang duurt. Nee, we maken er gewoon een feest van. We gaan gewoon helemaal los en het wordt hartstikke mooi weer. I hope, I hope, I hope. Dus dan kunnen we er helemaal van genieten. Nieuwe producten worden er gelanceerd. Maar je kunt ook naar verschillende lezingen. Je kunt bijvoorbeeld naar, naar de uh, lezing gaan van Cheryl en Linda. Of mijn lezing Gem Talk, waar het gaat over onder andere. Wat zijn de redenen en oorzaken van allergieën? En wat maakt een professional een professional? En wat zorgt ervoor dat wij als producent van cosmetica. Spannagelproducten in Nederland, toch wel echt vooruitstrevend bezig zijn. Ik ga daar alles over vertellen tijdens mijn workshop op zondag om half elf. Dus ik maak het zaterdagavond niet te laat, want ik moet natuurlijk zondagochtend lekker fris en fruitig helemaal klaar zijn om jullie dat te kunnen vertellen. Het Neil Talk Live event, zorg dat je erbij bent. Je hoeft niet te blijven slapen, je mag ook gewoon op zaterdag en zondag langskomen. De kortingen gelden trouwens ook online en ook bij onze distributeurs. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Woensdag vertel ik er meer over. En een woensdag gaat de show over blush test. Ik heb nu een nail art concept voor korte nagels. Daar zou je dit ook op kunnen uitvoeren. We gaan even terug naar Donja, naar het eindresultaat. Nou, ik heb hem nog heel even snel afgelakt met de holographic topcoat. Zodat jullie ook daar het verschil in zien. Een superleuk effect. Ja, leuk. Ja, en toch ook weer met die dotting tool super makkelijk. Want ja, vlekken maken. Ja, ik vind vlekken maken altijd een beetje lastig. Want mijn vlekken, het wordt net. Of het wordt roorschach. Ja. Dus je kijkt naar die vlek en denkt bij jezelf: wat zie ik? Nou, oh, ik zie het eind van de. Het ligt aan het eind van de tunnel. Je weet wel van die vlekken die je dan in van die psychologische thrillers ziet. En dan moet de moordenaar kijken naar zo'n vlek. En dan denk je, en dan zegt hij: Ik zie mijn moeder met een bijl. Terwijl wij er naar kijken en denken: oh nee hoor, ik zie gewoon een inkvlek. Maar. Of het wordt natuurlijk veel te strak en symmetrisch. Uh, lieve schat, heb jij nog een design voor ons? Ja, zeker. Ik heb voor jullie nog een hartjesdesign. En dan iets met, ja, met minder kleur. Zwart en wit. Superleuk. En ik ga jullie meenemen. Zullen we even screenshotten? Ja, tuurlijk. Ja, daar moeten we nog even aan wennen. Maar ik zat zo te kijken naar je hartjes. <laughs> ja, we gaan eventjes. Dit is dus het dotty Hart. Harte dotty, Ja. Harte Dots. Dot de Dot. 3 2 1 screenshot Goed zo Donja. Nou, ik word al helemaal thuis mee hè? Ja, dat zie je kaart zomaar en pluim. Oh, Monique die je kent natuurlijk uit de winkel zegt ook in de comments je bent een topper Donja. Ja. Super cool, cool, gaaf, en Aletta zegt, oh mooi. Voordat we naar dit laatste design van de avond gaan, ga ik nog even naar de winnaars of de challenge van Louelle. Ik hoor dat jij ook aan het voorbereiden bent, dus ik neem even mijn momentje, want een paar weken geleden was Louwelle hier natuurlijk bij mij met de animal boom. Maak op minimaal vijf nagels een dierenprint met daarin een baby boom of collar boom techniek verwerkt. Nou. Ook daar hadden we natuurlijk veel inzendingen. En ik pak mijn notities erbij. Ik controleer altijd even of ik het op de juiste volgorde doe. Dat doe ik ook voor de show begint hoor. Maar ik ben een beetje ja, een OCD of zo. In ieder geval, over de eerste inzending, zegt Louelle. Wat ben je creatief bezig geweest met de verschillende prints? De diepte in je designs vind ik ook erg mooi. Super goed gedaan. En dat zegt ze over de inzending van Jolande. Jolande Nette. Oh, dat is mooi. Super cool. Een beetje misty animal boom. Van harte gefeliciteerd, Jolande. Um, met jouw inzending en jouw prijs, wat dat is, ga ik je zo vertellen. De tweede winnares van vanavond, daarover wordt gezegd, een frisse combinatie. De gels lopen mooi in elkaar over. Leuke set. En dat zegt Louwelle over Lisa Doldersum. Van harte gefeliciteerd. Je ziet het meteen toegepast in een set... Hoe leuk is dat meteen vol inspiratie aan de slag gaan na een e-workshop. Zoals ik ook zeker weet dat jullie dat gaan doen na vanavond. Super gefeliciteerd Lisa. En de laatste winnares van vanavond, daar wordt over gezegd een hele mooie set. En wat een gave foto met die roze accessoires. In zijn geheel is het echt een plaatje en dat gaat over de inzending van Saskia Tuithof. Van harte gefeliciteerd, heel goed gedaan. Super mooi, super goed gedaan. Ook een soort Dotskies, maar dan ander gemaakte Dotskies. Supergoed, jullie krijgen jullie prijs toegestuurd deze week. En dat is dit, de Blush Silvery, de Blush Glassy het Blush pencil en natuurlijk um, flakes of silver foil. Van harte gefeliciteerd met jullie inzetting, superleuk gedaan. En jullie mogen trots zijn op julliezelf, iedereen mag natuurlijk trots zijn op zichzelf. En ook jij Donja, weet je, jij gaat ons meenemen naar een harte Dotti, een Dottie, -dottie hard. Ja, ik ga jullie dus nu meenemen naar mijn laatste design. Wat ik ga doen is eerst een ombouw maken uh, van een hart. En dat doe ik door eigenlijk op groot ja, in grote schaal een hartje te tekenen. En echt de omleiding? Hè? Ja, alleen dus de omleiding. Dus het hart blijft leeg. De, de hart blijft leeg. En het hoeft nu niet per se uh, meteen heel strak of, of. Dit is eigenlijk alleen maar een soort van klapt. Een klapblaadje. En nu ga ik door de drukte verdelen mijn bolletjes groter maken. Je kan een heel klein beetje je hand bewegen en dan zie je ook dat de dot groter wordt. Dit is zeg maar een stoere Valentine nail. Ja. Dit is voor de vrouw die de echt wel verliefd is, maar die het gewoon een beetje voor zichzelf houdt. En de man, ja, dit kan ja. ook wel heel goed als man worden gedragen natuurlijk. Ik draai weer een klein beetje mijn vinger. En ik wil er tussendoor natuurlijk fleskje. Ja, want je moet natuurlijk zorgen dat die dotjes wel mooi op een plekje blijven liggen. Daar moet je ze ook niet te dik aanbrengen. Hè? Spelen met de druk met je dotting tool zorgt ervoor dat het niet te veel kan uitlopen. Zet ze ook niet te dicht bij elkaar als het een grote. Dots zijn, want de grote dots lopen iets meer uit dan klein, kleine dots. Ze dus gaat verder, Gil, moeten wel meekijken. <laughs> en ik maak er wat simpele, hele dunne dotjes naast. Cindy Haleber zegt ook: het is echt een hele leuke Dolly Dot avond. Nou, Cindy, <laughs> verdorie dat jij die toch bedenkt. Had ik ook moeten zeggen: Dolly Dots. Ik... Ja, Gil, dat waren vroeger zangers. En daar heb ik meteen het liedje in mijn hoofd ervan. Welk liedje? Kijk, wat leuk! Even van bovenaf, Gil. Oh, oh ja. Heel leuk. En daar kan je dus mee spelen door misschien de dots wat dichter bij elkaar te stoppen. Ja, dus eigenlijk hoe meer dotje je buiten het hart plaatst, ja. hoe duidelijker het wordt dat het middendeel een hart vormt. Ja. Het is ook, je, je kunt heel lang doen met één opname van gel polish. Ja. Met je dood. Ja, Jaap, ik bedoel natuurlijk ook een meidengroep. Ik ben niet zo van de meidengroepen. <laughs> <laughs> het, het zijn geen zangers, ja, mijn excuses. En, en soms wil ik hem heel minimalistisch. Ik maakte vroeger altijd al mijn designs af met kleine witte dotskies. Dan wel met een penseel, maar. Dat was echt de finishing touch, iedere keer weer opnieuw. Maar je kan natuurlijk ook door middel van de ondergrond een andere uh, kleur te geven, of te spelen met flakes, of uh, uh, vakjes, of, of een, uh, een air nails ondergrond, kan je natuurlijk met dots ook heel mooi maken. Ja, en er wordt al gezegd, je kunt het ook inpoetsen met neonpigment, ja. de dots met een rode glas eroverheen is ook heel leuk. Ja, je kunt natuurlijk spelen met glases eroverheen, glasgelpolishes, grooms inpoetsen. Je kunt echt heel veel kanten hiermee op. Doordat het eenvoudig aan te brengen is, relatief snel, heb je dus ook wat meer tijd om te besteden aan dat soort extra handelingen zoals sugaren of neon inpoetsen of glasgel polish. Ja. Ik heb natuurlijk gekozen om het zo simpel mogelijk te houden, dus ik vind het heel erg leuk. Ja, leuk. Superleuk. Ik ga hem nu glans aflakken met de Extreme finish. En dan is mijn design weer klaar. Nou, voor Cindy ik? zegt ook in de comments: Oh, love me just a little dot more. Ja, ik hoop dat ik het goed deed. Ik weet het niet zeker. Dianke uh, zegt: dit design vind ik heel leuk, wat er allemaal wel niet mogelijk is met dots. Echt superleuk. Ja, dat, ik, ik stond ook versteld, of tenminste versteld, ik wist wel dat het allemaal kon, maar als je het dan bij elkaar ziet, dan denk je toch bij jezelf, waarom pak ik eigenlijk die dotting tool niet vaker? Het is een vergeten product, zeg ik altijd. Gemma zegt, wat een snelle e-workshop. Ja, Gemma, in de voorbereiding ook vanmiddag, want uh, Donja kwam hier en ik dacht, wow, ben je al klaar? Wow, ben je klaar? Wow, ben je al klaar? Ja, dat heb je. Hè. Sommige avonden duurt het wat langer, de andere avonden duurt het wat korter. Deze is flitsend en je hebt toch vier verschillende type designs gezien in heel veel verschillende mogelijkheden. Dus heel veel dingen die je kunt toepassen meteen. Ik, ik zie heb... dat jij je ook weer gaat voorbereiden op de laatste screenshot van de avond. Ja. En deze heb ik ook gemaakt met mijn dottingtool. Oh, leuk. Mikkies en hartjes. Ja. En die vlekjes, die, die spattertjes... Die heb ik gemaakt met de uh, Airbrush inkt uh, black en uh... het vriendje penseel. Ja. <laughs> oh ja, zoals Jessica <laughs> dat ook doet. Die. Ja. Oké, okay, gaan we ook eventjes. Drie, twee, één. Dat ik toe. Ik ja. schrok. <laughs> <laughs> uh, ja. Uh, Siri zegt: ik ben wel heel benieuwd naar de inzendingen eigenlijk. Ja, ik ook. Ja, superleuk. Laten we even alle van vanavond even mooi bij elkaar leggen. Leg die maar op de tafel, dan hebben we gewoon de vier verschillende designs. Daisy zegt, bedankt Neil Talk Live Magnetic Team voor de gave uitzending. Nou, heel graag gedaan, Daisy. Mieke zegt, echt leuk bedacht, Donja. Um, even kijken, superleuk deze Easy Nail Art, zegt Gemma. Nicole, jij zegt ook dat je het super heel erg leuk vindt. Top workshop, zegt Daisy. Lak je nagelvraag, mag je helemaal geen penseel gebruiken of mag je ook combineren? Nou, de bedoeling is wel echt dat je het met een dotting tool doet, Linda... Maar een heel klein beetje combineren, dat moet denk ik wel mogen, toch, Sonja? Ja hoor. En uh, moeten de vijf designs een set zijn of mogen het de losse designs zijn, vraagt Linda. Nee, het mag ook een losse design. Het mogen vijf losse designs ja. zijn of een set van vijf. Nou, hier hebben we de score van vanavond. Laten we dan maar ons voorbereiden. En nu doen we wel gewoon een screenshot. <laughs> Drie, twee, één. Screenshot! Tessa, jij zegt, superleuke workshop en veel leuke inspiratie. Bedankt voor de avond. Bedankt, Donja. Mensen zijn heel erg enthousiast. We hadden een leuke groep kijkers vanavond. Heel ik hou het altijd in de gaten door zo steeds mijn telefoon te kantelen. En, och, Cheyenne kijkt ook mee. Hi Cheyenne. Ja. Geniet van Ibiza. Ibiza. Ik ben benieuwd of Ibiza net zo leuk is als dat ik denk. Etty, bedankt ook voor deze leuke uitzending, Donja, Jij hebt het super gedaan. Karen zegt, Donja staat met stip. Op nummer 1. Iris zegt heel erg bedankt voor weer een geweldig leuke e-workshop. Jacqueline Berg doet hetzelfde. Bedankt, vond het ook leuk. Melissa vond het heel erg gaaf. Gemma heeft genoten. Donja, je hebt het leuk gedaan, zegt Gemma. Dus uh, Donja, hoe vond je het jouw eerste keer? Nou, ik vond het heel erg spannend, maar ik ben super blij dat ik dit met jullie heb mogen doen. En ik hoop natuurlijk dat we dit uh, wel vaker kunnen doen, met z'n allen. Ja, en willen mensen nou wil jij nou meer weten over alle lessen die Donja aanbiedt of gewoon een keertje bij Donja langs gaan? Die Magnetic Academy.nl. Ja. Zeg ik het goed? Dat klopt. Die Academy.nl of gewoon natuurlijk Donja opzoeken. Ik heb haar getagd, ge, getagd. Vergeten dat geloof ik als ik iets deel. Dus dan kun je altijd contact met haar opnemen. Donja, uh, ik neem nog één keer jouw huiswerk met je door. En dan kom ik nog even bij je terug. Wil jij dus meedoen vanavond op deze week aan deze e-workshop? Maak dan vijf verschillende designs, dotty designs. En gebruik daarbij je dotting tool. Je mag een klein beetje met een penseel smokkelen. Maar het mag op een hand of op colorpops. Een design... Mogen vijf verschillende zijn of een doorlopend design over vijf nagels. Heel veel plezier, we zijn en ook Shariza, wij allemaal zijn ontzettend benieuwd naar jullie inzendingen. Um, de regels zijn natuurlijk: je hebt twee weken de tijd, dat wil zeggen tot 1 mei, om je huiswerk in te sturen en doe dat dan via het album Dotty Nails. Als er een herkansing nodig is, neem Jessica contact met je op en vergeet niet step-by-step -step foto's van je huiswerk in te, in te sturen. Ik zie ook dat DM Beauty Soraya het heeft gedeeld, www.dmagneticacademy.nl. Dus dat staat er ook nu in de comments. Maak jij het huiswerk, maak jij kans. Natuurlijk krijg jij je e-certificaat, maar maak je ook kans op deze mooie prijs met vier geweldige zomerse kleuren: namelijk Grapefruit, Cosmopolitan, pistachio en Oops Orange. Samen met een vijfdelige Marble toolset. set. Nou, een supermooie prijs waar jij in de zomermaanden jouw klanten vast ontzettend gelukkig mee kunt maken. Als het niet als Dotty design is, dan is het misschien wel gewoon als full color overlay. Vergeet ook niet het Mail Talk Live event. Op 6 en 7 mei, op 7 mei zondag, geef ik ochtends een, een training of een presentatie over chemtalk, oftewel de chemie achter nagelproducten. Laat je niet gek maken door gekke dingen die je leest of ziet om je heen op internet. Er is een hele wetenschap achter het gebruik van kunstnagelproducten en ik ga je op die ochtend alles vertellen wat ik weet en ik ga proberen al je vragen te beantwoorden. Donja, ik geef jou nog één keer het woord om je te bedanken, maar ook zodat jij je nog één keer naar onze kijkers kunt richten. Nou, heel erg leuk dat jullie naar mij hebben gekeken. Ik ben super blij wat de toekomst natuurlijk gaat brengen. En ik hoop jullie bij ons in de winkel te zien. Dank jullie wel. Ik wil jullie natuurlijk ook, Donja, heel erg bedanken dat jij hier vanavond was en dat jij het hebt laten zien. Jouw Dottie neels. Ik weet nu in, te, in ieder geval wat het inhoudt. Makkelijk, snel, toegankelijk en toch leuk. Ik wil Gillian bedanken, die er achter de schermen een beetje snotterig voor heeft gezorgd dat we er toch konden zijn. En ik wil jou bedanken, onze trouwe kijker, dat jij er vanavond bij was. Om gewoon te genieten van weer een avondje nagelplezier. Aanstaande woensdag gaat het in Nail Talk Live over blush testic, oftewel epische nail art op korte nagels. Zowel Demi als Jessica laten hier je allemaal verschillende designs en technieken zien. Aanstaande vrijdag is er natuurlijk ook weer Nail Talk Live International. En maandag aanstaande komt Demi Aarts hier om weer een e-workshop te doen. Op de dinsdagen kun je dan ook nog naar het Duitse, Italiaanse of Franse seizoen kijken. Dus kortom, bijna de hele week kun jij genieten van Nail Talk Live. En heel erg bedankt dat je kijkt. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Wij gaan er een vroege van maken dus. Dus tot snel, tot Nail Talk Live!